De mensen gaan binnenkort ook iets van jou ontdekken, nieuwe muziek. Hoe ver staan jullie nu met Clouseau? We staan ver. We hebben nog tot eind september werk met de mix en zo. Maar er komt wel al een single nog eind augustus. Dus ja, we staan heel ver. We zijn heel excited eigenlijk. Ook al is het plaat nummer 15 of zoiets. Ja, we zijn heel... Heel hard gewerkt eraan en heel blij met hoe de zaken tot nu toe verlopen. Kan je al iets kwijt over de stijl die jullie gaan brengen? Het is heel erg met het hart geschreven, gezongen. Dus het is... er is niet veel... Hoe moet je dat zeggen? Ik zoek de woorden, want ik heb er nog niet over nagedacht hoe ik dat moet uitleggen, maar... Nee. Het is niet gratuit of zo. Het gaat echt ergens over. En dat wilden we ook heel graag. Dus het zei, ja, Chris heeft fantastisch geschreven. Heel veel met Stefan Fernande. Maar ik heb ook veel samengewerkt met mensen. Ook voor teksten. Ook voor muziek. Dus het is naar ons gevoel... Hopelijk, denken wij, de beste verzameling songs die we al ooit op een plaat bijeengekregen hebben. Snijden jullie op dit album een bepaald maatschappelijk thema aan? Er wordt één nummer gaat zo, is een bedenking over hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Maar niet over één specifiek ding. Dus ja, voor de rest zijn het gewoon heel veel emotionele bedenkingen bij het leven, bij relaties, maar in alle richtingen hoor. Dus, Toch qua relaties niet autobiografisch? Nee, ik ben misschien de auteur van twee teksten of zo. Voorlopig zijn we bezig met 15 nummers, dus nee, niet speciaal.